Goedemiddag luisteraars en kijkers naar deze livestream van het orgelconcert in een nieuwe kerk in Amsterdam. Onze vaste organisten Bernard Winsemius en Henk Verhoef zullen vandaag een heel mooi programma voor u ten gehore brengen. En dat allemaal ter gelegenheid van het nieuwe jaar. De collega's van de Nieuwe Kerk wensen u allen een heel mooi, gezond en cultureel 2022 toe. Gelukkig nieuwjaar. Nou, meneer Winsemius, Bernard, ja, dat hebben wij met elkaar afgesproken. We zitten hier even op dit prachtige bankje en ik bevind me in het heilige der heiligen. Eigenlijk achter het orgel van de Nieuwe Kerk in Amsterdam. En we zijn hier op 1 januari 2022. En dat is exact 40 jaar later, nadat u voor het eerst het orgel hier bespeelde als vaste organist van de Nieuwe Kerk in Amsterdam. En we leven natuurlijk in een hele rare tijd. Ik heb een kapje op, we houden ons allemaal keurig aan de regels. Maar wat we natuurlijk niet zomaar voorbij willen laten gaan is het moment dat het dan vandaag 40 jaar geleden is, dat je hier de vaste organist bent geworden. En ik heb even contact gehad met de orgelcommissie van toen. Natuurlijk met mijn voorganger Ernst Veen. Die had hier heel graag bij willen zijn om ook een felicitatie over te brengen. Maar hij heeft toegezegd dat hij een mooie brief gaat schrijven. En ik mag ook de felicitaties overbrengen van de Protestantse Kerk Amsterdam. Die als het orgelconcert live was geweest vandaag hier ook aanwezig waren om die huldiging even te doen. Maar nu moeten wij het even met elkaar doen. Dus dat betekent dat ik u namens de organisatie van de Nieuwe Kerk wil feliciteren met deze 40 jaar. Maar ook namens het grote publiek dat altijd zo geniet van de orgelconcerten die met name ook in deze tijden de mensen zoveel houvast en vreugde geven, wil ik u bedanken. Wil ik jou bedanken, Bernard. En daarom heb ik voor nu een bloemetje meegenomen en een heerlijk flesje wijn om thuis van te gaan genieten. En nogmaals van harte gefeliciteerd. En ik hoop dat het 40 mooie jaren waren. En ik hoop ook dat er nog vele zullen volgen. Van harte gefeliciteerd. Geen 40 jaar zal er meer volgen, denk ik. Nee. Maar een paar misschien. Ja. Het is altijd een genoegen nog steeds. Dit orgel is fantastisch. Dus wat wil je meer? Nou, ik wil nog wel even één hele mooie herinnering horen. Herinnering? Dat is toch de in het gebruikname van het gerestaureerde orgel. Toen hier ongeveer 1500 man in de kerk stond. En daar buiten een rij van honderden mensen stond te wachten. Die kerk was werkelijk stampvol, is volgens mij sindsdien niet meer zo vol geweest. Behalve misschien bij het huwelijk van de koning. En misschien ook, maar dat weet ik niet zeker, de inhuldiging van de koning. Maar dat was werkelijk een belevenis, dat weet ik nog wel. Ja, zo vol als het toen was. Het orgel, als je dat alles open had, had je het gevoel dat het nog te weinig was. Het werd helemaal opgezogen door de mensen. Dus dat is een hele bijzondere herinnering. Ook natuurlijk vanwege de vroegere organist Gustav Leonard. We het samen hebben we gedaan. Hè? Die nu, ja. Nou, ik hoor eigenlijk al drie herinneringen in één. Want u heeft ook gespeeld, je hebt ook gespeeld bij de trouwerij. Lijkt me ook een heel heugelijk moment. We hebben nu in Maison Amsterdam de jurk ook staan van koningin Maxima. Roept dat nog bijzondere herinneringen op ook? Nou ja, bijzonder. Het was hectisch die dag voor iedereen, denk ik. Maar ik vond vooral, maar dat mag ik eigenlijk niet zeggen, vooral de generale repetitie van die dag heel bijzonder. De avond tevoren, hoe die dienst gerepeteerd werd. Dat was zeer bijzonder. Maar iedereen natuurlijk moest doen alsof hij een grote sleep had en een grote jurk en met allemaal langzaam lopen en weet ik wat. Dus dat was een hele toestand. Ja. Dat is eigenlijk heel leuk. Eigenlijk is dat haast nog leuker dan zo'n dag zelf. Daar staat de camera aan die kant, hè?
En dan zie ik je helemaal stralen en lachen en genieten van die herinnering. Dat zien de mensen op de camera misschien wat minder goed. Maar ik kan jullie allemaal vertellen, volgens mij zit hier een tevreden mens. En ik zie uit naar heel veel mooie concerten in de toekomst. Nou, dat hoop ik ook. Ja. Ik ga nu de bloemetjes overhandigen. Kijk aan. Daar zijn ze. Die moet ik meenemen naar huis nu. Die moet ik meenemen naar huis nu op de fiets. Nou, als het niet lukt, dan laten we ze brengen hoor. En hierbij ook nog een flesje en een felicitatiekaart van de Protestantse Kerk Amsterdam. En die moeten we later nog even bekijken. Ja. Bedankt, zeer grote dank. En we hopen dat het concert goed gaat. Nou, we gaan het allemaal meemaken op de livestream. En het was fantastisch natuurlijk. Vandaag een heugelijke dag, 1 januari 2022. Het 40-jarig jubileum van Bernard Winsemius als vaste bespeler van het orgel van de Nieuwe Kerk in Amsterdam.
MUZIEK